Het werkblad, het nummersblad wat je in kunt vullen. Hier kan je natuurlijk de naam en de klas invullen. Oké, dan dit zijn de dagen, want je moest 8 waarnemingen hebben. Het type woning, nou als ik hier kijk, tussenwoning in de stad, vrije woning in de stad, woning in het buitengebied, dat is een B. Nou, dan kies ik voor de B. Die kun je natuurlijk elke keer invullen. Wat je ook kunt doen is appeltje C en appeltje V, dan staat hij erin. Allemaal in het buitengebied. En dit is de tijd dat je waarneemt. Om 10 uur heb ik dat gedaan. En ik doe dat ook de volgende dag om 10 uur. Dus ik heb namelijk een keer of 4 's ochtends om 10 uur gekeken. En ik heb 's middags om 3 uur gekeken. En ook die kopieer ik dan natuurlijk weer. Appeltje C. En ik selecteer de cellen. Appeltje V. En daar staat hij erin. De datum. Dat was. Nou, maak er wat van. 20. 12. Een dag later. 21. 12. 22. 12. En toen moest ik een dag naar Tante Truus. Dus ik kon pas 25.12 weer kijken. Nou, en precies diezelfde dagen heb ik ook 's middags gekeken. Nou, dat is mooi makkelijk. Dus die kopieer en plak ik er ook in. Het weertype, de temperatuur kun je invullen. En hier staat wel of niet gevoerd, etc. En ik kies 's ochtends. Dat is verkeerd. 'S ochtends. Middags. En dat is, hier had ik natuurlijk O. 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 En M. 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 En je ziet nu dat hier onderin ook gelijk veranderd is. En hier mist. Kijk, de volgende M komt er ook bij. En toen ben ik gaan invoeren. Als we even kijken. Dan zie je onderin een paar grafieken staan. En je zal zien als ik die ga invullen. Ik had 4 koolmezen gezien. En ik had geen merels gezien, 3 pimpelmezen, 7 huismussen, geen vinken, maar wel 2 kauwen. Oh, 2. 2 kauwen. 1 roodborst. 1 roodborst. Geen extra's. En ik had nog 2 soorten, dat weet ik echt niet wat dat waren. En je ziet dan hier onderin. Zie je dat al gelijk wordt ingevuld hoeveel van de verschillende soorten ik gezien had. Nou, dat doen we ook bij de rest. Ik had geen koolmezen gezien, 2 merels. Even opletten dat hij niet zelf wat in gaat vullen. 1 pimpelmees. 9 mussen, geen kauwen, maar wel 5 vinken, 2 Turkse tort, oh, oh. 2 Turkse tortels, en er kwam een houtduif kijken. En je ziet hier ook de tweede waarneming, hier wordt het gemiddelde ook weer gewoon uitgerekend. Zo vul ik het hier ook voor de rest even in.
Nou, dan kan ik het niet meer zo goed zien. Ik had hier 4 koolmezen weer. 5 pimpelmezen. 3 roodborsten. Ik had hier 1, 4, 3. En hier kwam mijn sperwer kijken. Dan gaan we naar de middagwaarnemingen. Ziet, je moet wel opletten. Want nummers wil graag voor jou wat doen. En hij geeft dan aan dat hij denkt dat wat jij bedoelt. Maar dat is niet zo. Even weghalen. Nu gaan we naar de middagwaarnemingen. Ik vul zomaar even wat in. Dat zie je wel. Oh, dat is wel erg veel. Als we nu kijken naar de grafieken, dan zie je dat die ingevuld worden. En ook wordt er hier automatisch het gemiddelde uitgerekend. Dus op deze manier hoef je alleen maar het vel in te vullen. En dan komt er automatisch de goede grafiek in te staan.